Yo, Kees van IMT. Vandaag ben ik hier weer met een nieuwe aflevering van GTA 3. Hey, een sprunkmachine. En vandaag gaan we nog een poging proberen voor Bomb the Base. Okay, let's do this thing. En dan gaan we dan in de vorige aflevering ook gezien, die cutscene. Even één keer meer dan zat. Oké, zet dus de zoom en... Oh, zo'n manier. Ah, logisch. Gewoon even testen. Zo kan ik dus inzoomen. En zo kan ik dus uitzoomen. Aha. Nee, dat wist ik niet. Dat dus weet. Kom op, Slomen. Stap eens in. Ah, oh, de game. Even random freeze. Nee. Don't do that. Dan druk soms een paar toetsen in. Vond ik verkeerde toets. Dan gebeurt dat. Want ik kan bij deze game kan ik geen Windows toetsblokker aan hebben staan. Of een andere blokken. Want dan werkt de hele game op een of andere manier niet. Dus hetzelfde bij een andere serie we nu aan het opnemen zijn. Mark en ik. Alleen Mark is nu wat meer weg vanwege school. En ik zit ook wat meer thuis nog omdat mijn school nog niet begonnen is. Ik heb precies hetzelfde probleem. Dan moeten we met Alt en Ctrl moeten we werken. En die blokken die ik heb. Ja, die kan ik dus niet aanzetten. Dan Alt en Ctrl niet werken met de pijltjes toetsen. Die je erbij nodig hebt. Dus dat werkt ook super lekker. En vrij efficiënt. Get a good vantage point. Then I'll head in when you fire the first shot. We hebben de vorige aflevering ook gezien. Of kan ik dit niet skippen? Nee, ik kan dit niet skippen. Heel fijn weer dit. Ik krijg altijd hetzelfde. Nou, dan gaan we weer wachten. Precies waar hij naartoe gaat. Zo een beetje een worst wezen. Maar waar is dat? Wow! Jongens! Take it easy! Hier kan ik dus niet naar binnen. Jongens, rustig! Ik schot ook nog niet op jullie. Het is niet zo agressief. Die doet het niet meer. Die ook niet meer. Die doet ook niet meer. Maar waarom is de mission elke keer failed? Dat snap ik niet. Wat gaat hier mis dan? Kijk, ja, dan staat get a good vantage point. Wat moet ik dan precies doen? Dat begrijp ik niet 100%. Ik heb het niet echt duidelijk uitgelegd. Doe even kijken op de wiki. Ik nog wat nuttigs op staat. Ja, dat is precies moet gaan doen. Want ik denk dat wel heel veel mensen hier een fout maken van hoe werkt dit. Dan ben ik niet echt pro-speler zoals jullie misschien wel weten. Misschien bij mij best wel vaak falen. En misschien zijn oude games wel een probleem in dat ze niet altijd even duidelijk zijn, omdat gewoon de PC's er nog niet aankonden. Zou dat misschien een probleem kunnen zijn? Ik weet niet, maar misschien noem ik al eens heel stoms. Misschien de game anders te zwaar werd. Zoals dat bijvoorbeeld dat niet helemaal goed past daar. Dus dan ontstaat goed aan mieren neuken dat anders gewoon echt te overhuge wordt. Dus we deze heel rustig aan spelen. Nou, die heb ik net al gezien. Niet nog een keer. Oké, daar gaan we. Instappen maar. Come on, Slompy. Even kijken. Patch up, see to zoom in. Ja, je moet toch een keer gaan schieten met die sniper rifle.
Hallo, ik reed hier al. Je had gewoon eerder kunnen remmen. Dan heb ik je gas geven. Oké, ik ga gewoon even één keer proberen. Als niet dat ik weer fout ga, pak gewoon even de wiki erbij en dan weet ik zeker waar het punt ligt. En dan vinden we het wel. Hoe het echt moet. Oké, laten we eerst eens hier naartoe gaan rijden. Ik zie ook gewoon in een vette aankomen, zo'n idioot die zo rijdt. Oké, dan gaan we wat remmen. En dan gaan we hier naartoe. Eerst weten waar hij naartoe gaat. En wat moet ik nou precies doen? Ik zie hier nergens uitleg staan. Oké. Misschien snap ik hem. Ik moet hem in de gaten houden waar hij gaat staan. Zodat hij misschien niet gezien wordt. Zodat het misschien zijn. Kijk, hij gaat dus daar staan. Oké. Okay. Eerst even die kleine mensjes te uitroeien. Kleine mensjes. Goeie beschrijving, Ido. Andere mensjes daar vooraan staan. Eerst die even uitroeien. Niet precies. Boom, boom. Mag jij down? Jij mag down. Mag jij ook even down? Oké, dan gaan we hier naartoe. Jij ook dood. Jij gaat dood. Jij gaat dood. Jij gaat dood. Gaan we uitzoomen weer. Dat zou je zelf eens moeten gaan doen. Daar kan ik niet bij helpen daar. Oké, ik krijg een cutscene. Oké, het schip is gezonken. Of gaat zinken. Running, running, running. Jongens, we krijgen een bommetje. Zeeslagtorpedo. Zo heet dat spelletje toch? Ik heb een heerlijke mail voorbij gevlogen. Is een loading screen. Mission passed. Staat mijn voertuig hier nog? Oh, die staat daar niet geparkeerd. Ook goed. Dan gaan we weer terug naar S. Ja, dat hij nog wat leuks heeft. Dat is een vrachtwagen die ik een beetje door wil rijden. Je hebt dus ook vrachtwagens die willen rijden. Nooit geweten. Dus wat een vrachtwagen had kunnen optrekken in het echt. Oh, nou echt zo snel kunnen, wist ik dus niet. Kijk, de ambu komt precies op tijd. Ook altijd handig. Oké, gaan we hier naar rechts. Ah, paal misrijden, natuurlijk. Kaas, kaas, kaas geben. Oké, dat klonk als heel vaag. Kaat, 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 geven. Oprotten. Ik wil hier naartoe. Hé, mijn vorige auto staat hier ook nog. Poek. Oké, volgende missie. Oké, dat zag er heel raar uit. Ook heel erg vaag. Last request. It's my favorite cleaner. I'm proud of you, my boy. You kicked the shit out of those grease balls. I just got one little job for you before we can all celebrate. There's a car around the block from Luigi's club. The inside is covered in brains. We gotta help some guy make up his mind, and it proved a little messy. Take it to the crusher before the cops find it. Aha, het is iets gaan vernietigen.
I like that. Hoppa, spring maar overheen. I just say jump, jump. Oké, okay. Ah nee, niet hier naar beneden. Dat is een beetje erg ver. Oké, dan gaan we hier naar beneden. Luigi's club is not so heel erg far away. Oké, dan gaan we hier naartoe. En dan hier rechts, daar zou dit dus moeten zijn. Natuurlijk, hier rechts, dan weer links. Over deze auto, in ieder geval HP. Eigenlijk was wel voor nodig. Volgens mij kunnen we naar de andere kant van de wereld. Zo'n idee heb ik. Hier tussen. Kijk, dit is de auto die we moesten hebben. What? What the fuck? What the fuck happens? Great raids bait for new and used emergency vehicles. Bring them to the crane in the northeast of Portland Harbor. Oké. Okay. Interesting. Flop. Mijn car. Oké. Okay. Wel recht voor het politiebureau natuurlijk jatten. Altijd voor de getuigen. En yet get los. Oké. Okay. Yet get los met de admission. Oké. Okay, ik ben ook Duits te praten. Moet ik niet doen. Moet ik niet eens willen eigenlijk. Oké, okay, handig raak ik een agent die in random stil blijft staan. Hier mag geen nieuwe kop spawnen. Is er helemaal naar dat noppers on the hand. Oké, okay, ik sta hier naartoe. Running, running, running. Gaan we hier naar boven. Dan gaan we deze missie snel starten. Last requests. Dat ik de politie een beetje kwijt ben. Hier beneden is dus niks. Ik heb het geen gebruik in een cutscene. Politie, ga eens donuts vreten. Kom op. Jullie weten als jullie hier naartoe komen, dat jullie een probleem hebben. Kunnen nog meer mensen kwijt zijn. Ik kan een shotgun naartoe nemen. Maar dat zie ik echt helemaal misgaan. Ik wil op zich best wel proberen, maar toch ga ik het maar niet doen. Politie, donder eens op. Nou, screw that. Driving. Okay, hier naartoe. Random tussenstraatjes. Zo moeilijk om terug te vinden. Want als iemand naartoe gaat. Nou, langs het politiebureau rijden is denk ik een heel verstandig idee. Kan wel, maar... Ik zou het hoeven zo niet aanraden. Er is maar niet één ster af. Als ik een keer vanaf ben, dan kan ik die auto jatten. Ergens min 1 ster. Zijn die hier tussen? Nee, dat hoeft zo niet. Wacht, wat is dat basisstipje dan? Moet ik daar niet eerst naartoe? Oh, daar ligt die min 1 ster. Daar. Oh. Achterwaarts rijden werkt ook.
Niet zo heel soepeltjes. Maar in ieder geval, de politie zoekt mij nu niet meer. Dat is wel heel wat waard. Oké, daar gaan we. Godsamme. Mijn auto nog in ligt te laaien. Ja, ik heb natuurlijk geen wapens. Stop dan met schieten. Ik heb jullie toch niks misdaan. Ik moet net denken aan Fortnite. Wil ik altijd zo rondspringen. Of Fortnite dan überhaupt nog populair is. Als het filmpje online komt. Drive away. Ik heb jullie helemaal niks misdaan. En jullie beginnen random te schieten. Als een van die gasten boos zijn, boos worden, dan heb je echt gewoon een probleem. Dat hij zo tussendoor proberen te gaan. Is hier ergens een truck? Wat moet ik eigenlijk doen? Ik heb echt geen flauw idee. Ik moet daar dus wat gaan doen. Dus daar naar beneden zien te komen, maar hoe? Hier ligt dus wel HP. Oh. Ah, dit is even snel proberen te pakken. Dat werkt dus ook niet op die manier. Dank u. Hartelijke dank. Oké, kan ik via hier langs? Eroverheen komen. Goed, als via daaronder kan ik dus, dan kan ik daar dus komen. Oké, free fall. 5 HP schade, oké, dat valt mee. Wat kan ik hier gaan doen? Wat krijg ik hier? Listen, Salvatore thinks that we're going behind his back, so he was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. Don't ask me why, I don't know. Look, you're a marked man in the mafia turf, and I've got to get out of here too. I've seen too much killing, too much blood. This is a friend of mine, okay? She's an old friend, and it's so good. She's someone we could trust. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we get more hysterical Italians wanting less friendly reunions. We gaan dus weg hier. Oké, niet helemaal wat ik eigenlijk verwacht had, maar... We gaan varen, varen over het water. Op een bootje. Naar een andere haven. Oké, ik moet echt stoppen met zingen. Dat kan echt niet. Dat was echt zo slecht. Ik vind deze kant... Ja, dat kan. Uiteraard. We zijn er. Ja, wat gaat er nu gebeuren? Asuka and I are gonna have to talk. Why don't you go cruise around? You'll need a place to lie low. There's a warehouse at the edge of Belleville that should suit your needs. Come back here to my condo when you're ready, and you and me can have a little chat. Ooh, a little chat. Mission passed. Ik ga lekker de game even opslaan. En dan zeg ik, vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En tot de volgende keer. Doei.